Evans. Vandaag gaan we deel 3 doen van Minecraft Hardcore. Wat gaan we eigenlijk vandaag allemaal doen? We gingen over mijn huis. Ja, huis afbouwen. Ik ga mijn huis verbouwen. Ik ga even een beetje ietsjes het bos uitbreiden. Dat we iets meer ruimte hebben. Want ze kunnen heel snel. Ik jump heel even hier op. Want al die zombies is ook kunnen onder die bomen blijven staan. En dan kunnen ze ons nog een beetje afmaken. Ja, oké. Maar we hebben zo'n afkapje erbij, hè? Zo mooi. Ja, weet ik. Ik ga de dag wel alleen. Wil je in je vrije tijd nog wat steen hakken? Dus ook even naar die berg gaan, want ik heb geen zin om een mijne. Ja, doe maar. Kunnen we wel mijnen, maar we maken eerst. Dat doen we. Oké. Nou, we proberen eerst even ons huis af te maken. Oké, dit is hoog genoeg, neem ik aan. Stop dit even terug in de kist. Deze. Patrick, ik maak even. Hey, achter je. Ja, wat? Ik heb nu een stack en 24 stokken gemaakt. Stack? Even niet al te veel, hè? Nee, je stekken 24 stokken, dan hebben we even voldoende. Oké, maar waarom heb je dat blokje hout hier weggehakt? Oh, ik dacht dat. Ja, dat was. Ik kijk het, want daar staat ergens een creeper. Dus. Ja, die heb ik even gedaan zodat ik hier omhoog kan. Oh, nou kijk hier, nu kan ik hier ook. Oké, ik ga denk ik dan even. Ga even hout hakken. Ja, even steen hakken, ja. Ik heb niet zoveel, dus. Oh, ik moet zo meteen even een steen pickaxe maken. Nou, dat doe ik zo meteen. Ik heb er even voor je. Oké. Wacht, ik ga er zelf ook even eentje maken, maar dan kun je alvast. Thanks. Wacht, waar heb je die stok? Oh, hier heb ik. Dat is toch die kant op? Kijk eens. Ja, daar zie je hem al. Ja, ik zag hem wel. Ik zit een beetje onder de boom, dus ik kom niet goed. Oh ja, daar. Maak ook even weer een axe. Wat handig. Hoeveel steen hebben we nog? Ik heb nu nog 56. Ja, oké, maar we moeten niet al te veel. Ik maak net mijn hand. Maar ik ga het op, want kijk, het. We gaan natuurlijk ook nog mijnen een keer, dus dan heb je vreselijk veel verkeer zitten. Dat weet ik ook weer niet. Ja, maar dat doen we nu nog niet, dus ga nu maar even iets. Als je hardcore of een paar tips, denk ik, want je moet eigenlijk zo snel mogelijk naar huis beginnen. Hoeft niet per se, maar in ieder geval, je moet veilig zijn. Ja. Voor de eerste nacht. Snel eten. Ik zou nog niet gelijk gaan bedden, want dat deden we het vorige deel, deden we op het einde nog even. Oh ja, en nog één ding. Als je geen big of zo in de buurt hebt, zou ik niet gaan sprinten. Dan zou ik echt niet doen. Want ik sprint heel vaak. Geen eten. Als je geen voedsel. Als je geen big of zo, of niet zoveel eten in de buurt hebt, dan zou ik niet sprinten. Tenminste, ja, ik kan het wel doen, maar dat is niet slim. Dus ik zou pas sprinten als je echt koeien en alles in de buurt hebt. Want dan heb je een soort van, kan je sprinten, kan je snelle dingen. Oh, wacht, hier liggen nog heel veel dingen. Dan kan je gewoon sneller lopen zo, en je hebt toch genoeg eten in de buurt. Ik kill even een paar dingen. Pet, wist je dat als je control inklikt en dan gewoon W, dan sprint je al automatisch, hè? Control? Ja, en dan. Oh ja, en dan W, ja, klopt. Dat is nieuw. Ik had de timer instaan anders. Ja, oké. En niet weg kwijtraken. Nee, ik hak even wat normale boompjes. Ik heb even. Wat heb ik eigenlijk naar gedaan? Ik heb. Oh ja, pinkjes gekild. Ik ga vast de plantage beginnen, gast. Ja, wel zo mooi in mijn draaien. Ik was mooi. Ja, tuurlijk. Maar ik heb wel een andere. Even nog geen automatische maken, Patrick. Ja, we hebben nog geen redstone. Nog geen redstone. Laten we hem echt fucking only dit spelen. Ja. Hoeveel seeds heb jij? Ik heb 0. Ja, ik heb alles in de kist gepropt. Oh ja, oké. Dus, ik heb 12 nu. Dus. Ik heb nu 28 steen. Ik maak mijn houten pickaxe op. Oh, hier hebben we gewoond. De eerste dag waar ik nu aan het hakken ben. Ja, klopt. Daar had ik als goed zin in mijn mijn. Hebben we nog veel kool? Nee, toch? Even kijken. 33. Ik hak toch nog wel even wat kool. Ja, oké. Maar op zich, we hebben ook wel aardig wat, hoor. Ja, maar ik hak het even. Ik neem even 64. Ga ik even hierachter. Hierachter maak ik even een mooi vierkantje van. Dan maak ik daar even mooie rijtjes. Ik hak het een beetje. Ik heb er nu 5. Mijn houten pickaxe op. Ik denk dat ik zulke rijtjes maak. Wat? Ik denk, even kijk even op mijn scherm. Dat ik zulke rijtjes maak, zo even. Tijden. Oh, zulke. We hebben geen emmer nodig. We hebben nog geen ijzer nodig. Ja, daarom. Ook dat was je idee. Maak het dan naar beneden. Dat was niet mijn idee, maar. Ja, ik maak het daar beneden ook even. Ja. Ik hoop dat we de jungle ooit eens vinden, want ik moet cookies. Ja, maar. De laptop waar je nu op zit lijkt wel een beetje. Ja, maar dat moet jij dan vinden. Ja, okay. En anders, hij kan het wel, alleen als hij heel lang in de jungle gaat, hij een beetje creepy. Oh, wacht. Dit laat ik echt voor een laptop gaan. Want dan komen we veel te veel bij elkaar. Maar ja, we hebben wel twee goede, hele goede computers.
Nou, ja, oké. Redelijk goed. Ik zet die buiten even tortjes op de hoekjes neer. Oké, is... De hoekjes doe ik dan even... Ja. Wat wil je met al het steen doen? Hè? Huh? Nou, misschien het dak afmaken. Oh, doe je dat voor steen? Kijk maar, ik dacht alleen die pilaren. Ja, en dat dak. Het ziet er mooier uit, vind ik, persoonlijk. Die hoeken deed ik altijd van zulke houten... van houten boomstammen. Doe ik altijd die pilaren. Maar dit is ook een goed idee. Ik heb nu 53... Ja, dat deed ik ook altijd, maar dat vind ik zonde van het hout nu ook al. 53 en 17 kool en 53 steen. Oh yes, weer 2 appels van gewoon 2 bomen. Volgens mij is het echt gewoon... Volgens mij krijg je meer appels nu van alleen zulke normale bomen en krijg je gewoon geen appels. Dat is niet zeker, dus je moet niet zeggen dat het... Ik weet het bijna zeker, want hier, weer een appel. Gezellig. Oh, ik vind dat de appels nog iets minder zijn. Oh, ik heb echt steen nodig nu. Oh, wacht, ik kan een houten hoek maken. Ik kom er nu aan. Oh, hiernaast, Patrick, als we iets 53... Oh, nice. Als we iets doorlopen, dan heb je wel zo'n bos met hout. Rick, je zei dat je alles in de kist had gepleurd en je had maar 1. Wat? Je had maar 1 seed. Hij zei van, ja, ik heb alles in de kist gedonderd, er zat maar 1 in. Ja, maar ik wist ook niet... Oh, dan had ik wel even wat... Maar ik heb wel meer hout nodig. Ja, kijk, dit is even onze tijdelijke plantage, als je het niet erg vindt. Nu wacht, ik maak hekjes tegelijk omheen. Want wij hebben toch veel te veel hout. En veel te veel stokken. Of stokken, ja. Het zou zonde zijn als ik nu van dat andere hout aan doen. Ik had nog iets meer steen, want ik heb zo gevonden dat dat niet afkomt. Ik heb 20, ik weet niet of dat genoeg is. Oh, en een openingshekje natuurlijk. Ik heb nog... Ik ga zometeen ook even wat sheets op de terugweg. Zo maak je toch zo'n vaag openingshekje. Ja. Oké, ik heb nu... 64 en 1. Dat is iets meer. Niet veel meer. Mag ik dat zijn even hebben dan? Ja, ik kom nu terug. Ja, hey. Oh, het gaat bijna champignon kapot. Hey, een sheet. Eentje. Oh shit, dan moet ik hier even aanbrengen. Piggies. Shit, ik heb meer grond nodig. Ik ga heel even wat sheets proberen te krijgen. Ja, is goed. Even eerst slapen snel, want dan spannen de monsters niet. Of snel slapen. Ja, ik kom eraan. Wow, deze manier is helemaal vol. Hey, ik ga er ook even... Dat is wat. Dat, dat gras een soort van heel klein kan zijn en heel, heel groot. Ja, niet heel groot, het kan maar 2. Maar dat vind ik wel mooi. Dat ze dat, ja, oké, dat is een groot blijft gras. Dus hoe langer het is. Oké, ik kom eraan. Ah, oké, even snel. Oh, er zijn weinig toortjes in het huis. Ja, nee, wel 4. Oh nee, ik heb mijn, hoe heet het, op niet zo goed fel staan. Oh, oké. Dat zet ik zo meteen wel. Ik heb hier 461, dat zei ik, ja. Ja, ik geef maar even trouwens. Hierzo. Dit en dit. En ik heb nog wat hout als je dat wil. Nee, ja, geef maar. Dat is wel handig. Dan geef ik jou wel. Hierzo, dit. De rest doe ik. Oké, doe de rest. Ja, inderdaad. Nou, het is op zich. Het is even een plantage waar we tijdelijk mee door kunnen. Maar waar zou ik het ingang doen? Hier in het midden, denk ik. Zo. Ik heb nog 5 sheets. Die doe ik gelijk op de topplantage. Waar is mijn torch? Oh, die heb ik niet. Oh, waar is de plantage? Links. Hier. Achter ons huis. Oh, achter ons huis. Dat is mooi. Nou, hij is niet echt mooi, maar... Ja, maar dat is... Ja, dat hij ook dacht hier. Wil je even wat hekjes maken? Oké, dan maak ik het wel. Oh, hoe kom je aan die sheets? Ja, ik heb nog wat gehakt, zei ik toch? Oh ja. Hey, wil je even wat, hoe heet het? Ja, hekjes. Ik kom eraan. Wacht, ik ga even... Wacht even, kijk hoeveel ik er nodig heb. Ik heb er 1, 2, 3... Wacht, hebben we veel 4, botten? 5, 6, 7, 8, 9... Mag ik 11. Heel even 1 bot gebruiken 11. Voor boommeel en dat even op de grond plaatsen? Dan krijg je ze ook gras. Ja, maar hoezo? Hier heb je ook zat gras op zich, hoor. Oké, dan niet. Want ik wil de bot even misschien wel laten zetten. Maak jij hekjes? Ik heb er 11 nodig nog. Oh, wacht, ik doe even wat in de ovens. Ja, zo, 9. Ik heb 3 appels. Hoeveel hekjes heb je nou? Oh, shit. Dat ga ik niet maken. Oh, oké. Hoeveel moet ik maken? Zet kijk, de stokken zijn heel erg op, hè? Zet even, ja, weet ik. Ik heb 1 stek gebruikt. Ja, we kunnen ze zo hekjes, een soort van als poort maken. Zo. Maar dat... Ja, maar dat, ja, dat hoeft nu niet. Ik heb even zo gedaan. En ik heb die 2 tortjes hier in het midden gezet, dat je een beetje weet dat ingang is. Wacht, oh ja, shit, ik moet het huis nog afmaken. Oh, wacht, die moet ik nog planten hier. Oh, nee, moet je nog geef gelijk de hekjes, alsjeblieft. Ja, je kan niet precies 11, dus ja. Zo is het ongeveer genoeg. Nee, nog 1 meer. Oh, damn. Ja? Oké.
Ja, ik werd 12 gebeld, maar hoeveel haakjes heb je? 12, oké. 12. Hier zo zijn ze. Zo, en dan maak ik van deze 64 hout, maak ik gelijk weer nieuwe stokken, want we hebben nog maar 4 stokken. En nu hebben we 2 keer 64 en 4 stokken. Oké. 2 keer 4, zo. Wow, we hebben een houten pickaxe. Wow. We hebben gewoon een houten pickaxe. Nee, maar ik bedoel, wow, van, we hebben aardig wat stokken nog. We hebben vreselijk veel hout. Nee, we hadden nog 4 en nu heb ik gewoon eventjes 2 keer 64 erbij gemaakt. Even, gewoon even. Ik ga even wat seeds. Ja, dat is een goed idee. We hebben nu 1 zo'n rondje. Nou, ons huis. Ik vind dat eigenlijk moeten we even snel afmaken. Ja, weet ik. Ik doe mijn best. Hebben we nog veel steen over? Heb jij. Ik heb 1 sheet. Wacht, ik maak gelijk even de weet het suikerrietplantage hier zo. Ik maak even wat dichter bij ons huis. Zullen we even wat boompjes plaatsen? Oh nee. Laat maar zitten. Ik wou normale bomen plaatsen. Want we doen de suikerrietplantage niet al te groot, maar ik doe hem zo. En dan hier tot en met hier zo. Tot en met hier dat hoekje lelijk wordt. Dus dan zet ik hier zo'n hoekje dat het lelijk wordt. En hier zo is een hoekje dat lelijk wordt. Ja, ik had het daar geplaatst. En nu is het zeker helemaal gegroeid was het. Oeh, gravel. Misschien kunnen we ook wat hakken om flint te krijgen. Maar ik heb nu pas 2 seeds. Dat gaat slecht, hè? We hebben ook niet zoveel speel. Ja, gras. Oké, we hebben waarschijnlijk nog wel wat steen nodig. Maar ik heb even wat normaal hout gehakt. En nu? Ja, ik heb 4 sheets. Oh, dat is saai als je er echt op afgaat. Kijk, als je zo'n heel grasweide hebt, dan gaat het nog wel. Maar moet je gewoon een emmer water leren. Ja, okay, we hebben nog niet genoeg, maar we komen wel aardig dichtbij. Want ik hoef ook steeds minder uit te geven als het goed is. Want de rondjes worden, of vierkantjes, rechthoeken, als het ook zijn, die worden steeds kleiner. Jee, een appel. Helemaal bij me is appel. Ja, maar dat is lekker handig voor later. Voor golden apples, voor die village zombies terug te gaan. Oh, oké, okay, we hebben nog aardig wat nodig. Paarden. Ik ga heel even steen hakken, is dat goed? En daarna maken we... Is je steen nog op? Steen is op. En ik heb hem nog... Ja, zeg even na 25 nodig. Nou, zeg even half stek. Maar ik ga even hakken en als ons huis af is, dan stoppen we de aflevering. Maar ik zit nog steeds voor seeds. Ik heb pas 4 seeds. Weet je wel waar de weg terug is? Even ja, ik weet heel erbij. Het is heel erbij. Oké, dan is het goed. We hebben niet echt een soort cave gevonden. Nee, nog niet echt. Niet maar echt. We gaan denk ik gewoon ergens naar beneden graven. Ja, gewoon vlak bij ons huis moet je gewoon even denk door. Het volgende deel. Ja, dan moet je zo'n klein huisje maken. En dan gewoon zo'n lange klein steenhuisje. En dan een paar kisten erin voor als we heel snel eventjes alles even in de kist doen. En dan heel snel weer terug. Moet ik kool meenemen of niet? Nou, ik heb 6. Hey, heb jij die geplant? Ja, ik heb eentje geplant. Want okay, ik heb er net eentje gekregen. Oh shit, veel kool. Ik heb nu net 6 van die dingen, dat gaat. Ja, boeien. Maar ja. Hoeveel heb ik? Ik heb 0. Ik heb wel 31 van die lichthoutplantjes. Waarom heb ik die eigenlijk bij? Ik heb ook even paardenbloemen. Paardenbloemen. Oh, het ziet er goed uit. Ja, zeg maar. Waarom staan die 2 toortjes? Ja, die, kijk, die komt zo, die rijdt tussen. Mooi zo. Oh, ik plaats de seeds even gelijk. We hebben een aardige plantage. We hoeven niet alle piggies in de buurt gaan killen. Ik denk nog wel. Ja, maar ik denk niet dat we hiervan kunnen leven met ons tweetjes. Nee joh, nee, ik denk dat ik... Maar dit is onze huidige plantage. Misschien doen we later nog een rand of zo. Ja, dan doen we gewoon nog een nieuwe blok eraan. Soort van. Zo, we missen er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Precies 10. Oké, zullen we even afsluiten? Nee joh, bijna. Ik maak even ons huisje nog af. En jij denkt wel genoeg steen. Ja, maar ik heb liever iets te veel dan net te weinig aan namelijk. Ik ben in ons huisje. Ik pak gewoon even 1 stek trouwens. We kunnen ook glazen dak doen. Nee joh. Einde. Ja, het kan wel, maar nee. Het is handig om te zien hoe laat het is, maar soort van met de klok. Of ja, klok doen we! Ah, nu hebben we juist het jammer dat we geen 1 deur hebben gedaan, want dan had je zo'n klok. Ik doe altijd de klok boven de deur, of boven je bed, dat is leuk. Ja, ik doe hem ook heel vaak boven mijn bed. Oh shit, ik heb meer dan 1 stuk.
twee, dan kan je... Nee, hier ligt hier nog een hekje. Had je die niet... Die had ik daar laten liggen. Die had ik even snel gehakt. Oké, ik ben wel op huisje. Ja, ik ga even de laatste steentje plaatsen. Kan niet veel. Ja, Oké, ziet er dan nice uit voor de tweede dag. Na het tweede deel. Nee, maar je moet even, heb je dat hout laten zitten? Nee, zeker. Nee, dat dacht ik al. Het wordt irritant om te maken. Laat het even, dit parcours ding even zitten. Maar dat hoeft toch niet, want je komt toch niet meer terug, of wel? Maar ja. Zo. Ja, we hebben weer, ik heb even wat bloemetjes gehakt. En oh ja, je hakt het parcours inderdaad maar weg, inderdaad. Oké, ik denk dat dit bijna de laatste rand is. Nog één of twee. Ja. Hey, oh, dan. Nou zeg. Ik heb niet eens één. Ah jee, één sheet. Maar kijk, we hebben een vierkant dak op het einde. Dat is een lol op zich. Is het ook een vierkant huis of niet? Is het huis helemaal vierkant? Ah, het is een vierkant, joh. Ik dacht echt dat de ene kant langer was. Nou ja, boeien. Het ziet er op zich ook wel nice uit. Ah, ik wil er precies 10 hebben. Wat heb je er? 7. Ik zit nu echt in een heel groot graswaaier. Ik denk dat ik daarboven nog wel even een torch doe. Hier zo. Oh nee, shit, dan heb ik nog net één torch. Ja, ik heb er 10! Yay! Okay, plantjes zijn gelijk even. Ja, en dan kappen we. Ja, dan zit er in de ovens. Oké. Okay. Ja. 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 Misschien is het deel iets langer dan al de andere delen, maar we hebben ook wel flink wat gedaan. Ja, op zich. Ik heb eigenlijk al snel, want ik moet... Ja, weet ik. Kom maar snel terug, of plant ze snel. Ja hoor, boom! Mooi. Het huisje is ook af, eindelijk. Nou, eindelijk, de vorige keer was ook al ver, hoor. Ja, oké. Maar het dak was nog niet af. Dus kon nog binnen rekenen. Ja, kom even de winnaar, sluit de video af. Bedankt. Hey, ga niet... Oh ja, even de zorg erin. Nou, bedankt voor het kijken naar deel 3 van Minecraft Hardcore. Nogmaals, laat in de reacties achter van wat we nog kunnen doen en alles. Maar bedankt voor het kijken. Like deze video. Abonneer op PR Gentlemen. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.